De Nederlandse vakbeweging staat op een tweesprong. Recepten uit het verleden werken niet meer. Recepten voor de toekomst worden uitgeprobeerd, maar hebben zich nog niet bewezen. Toch wijzigt de vakbondskoers stevig. De ene keer is dat duidelijker dan de andere. Maar de rode draden worden zichtbaar. 1. Niet meer top-down bepalen wat goed is voor mensen, maar een luisterend oor bieden. Meer bottom-up werken aan thema's die werknemers zelf belangrijk vinden. Die thema's ook voor henzelf herkenbaar maken en houden. De hearts and minds van werkend Nederland worden weer vertrekpunt van vakbondswerk. De polder is dus niet meer het vertrek en eindpunt voor de bond, maar de werkvloer zelf. Problemen nemen we niet meer mee en over. De zaakwaarneming heeft zijn tijd gehad. Vanaf nu gaan we samen met betrokkenen aan de slag. Activerend vakbondswerk. Dan hebben wij dus een joekel van het probleem. En dat is iets, hè, dus nou weer deze centrale boodschap. Daar heb ik ook zelf het gevoel van. Het was door de hele organisatie heeft geholpen, maar hij landt niet. Hij landt niet. Het is niet zo dat dan vervolgens dat mensen inderdaad gaan opspringen. Jezus, dit kan gewoon niet. Dit gaat fout. Nog even en we zijn er niet meer. We hebben de neiging dan vervolgens te denken, ja, het is allemaal leuk en aardig, een geloofsbeleid en is. Mijn god, wat is er nou weer overgeleid van een andere klas? En dat is de dood in de pot, omdat dat ertoe leidt dat een deel van de vakbeweging in één keer dan die kant uit gaat rennen. En een ander deel of dit gaat doen, of vervolgens dit gaat doen. Dit gaat niet over mij. Ik heb daar niks mee te maken. En zeker in mijn sectoren kan dat helemaal niet. Hold your hand. Maar niet helemaal nieuw, maar ik ben wel iets geprikkeld geraakt dat het wel ernstig is. Dat is denk ik wel heel belangrijk, dat is de urgentie van het feit dat onze ledentallen en de organisatie gaan terugloopt. Want die consistente visie is er nog niet, omdat we nog heel sterk een dienstverleningsmodel hebben. Wij gaan het doen voor mensen, we moeten het meer samen met mensen doen. En dat ik ja, dingen gehoord heb die we al wisten. Feitelijk, als je het over organizing hebt, heb je het over bedrijvenwerk. Nou, dat is al heel lang in orde dat daar een deel van onze kracht ligt. Alleen, bij de fusie hebben we al dit soort dingen overboord gegooid. We hebben het gewoon weggegooid als het ware en laten verslonsen. Je bent vakbondsbestuurder, je gaat naar een bank toe. Waar loop je naar binnen? Daar kom je bij al gauw bij. Of bij P&O of bij de directie terecht, denk ik. Zitten daar onze leden? Potentiële leden? Nee, die zitten daar niet. Nee. En ik denk van ja, daar zou je eens moeten beginnen bij al die organisaties die je onder je beheer hebt. Om daar eens met mensen te gaan praten. En desnoods ga je in de kantine zitten. Ja, als je nou neemt van we moeten zichtbaar zijn. Dan ga je met een groepje op de hei zitten van hoe kunnen jullie zichtbaar zijn in het bedrijf? Want als je een sector te goed kent, dan weet je het allemaal wel en dan is jouw luisterend oor weg voor je. In het geval dat jij gaat vertellen op basis van jouw analyse en op basis van jouw ervaring hoe dingen gaan lopen. Ja, jij bent het ermee eens? Ja, nee, daar ben ik op zich helemaal mee eens natuurlijk. Ja. En dat is ook denk ik wat heel veel bestuurders ons nog wel eens verwijten, althans ons. Is dat men bedenkt daar in Utrecht weer wat, helemaal dat beeld maar eens. En wij moeten weer wat, terwijl er in onze sector helemaal geen behoefte is aan dat soort aspecten. Proces en inhoud wordt heel veel genoemd. Proces belangrijker dan inhoud. Maar waar gaan we nou voor? Waar zijn we nou zelf ook trots op? Wat willen we uitdragen? De kernwaarden? Wij hebben gehoord dat het proces de komende tijd heel belangrijk is. Even populair gezegd hoe wij de dingen doen. Jij zegt van nou, vergeet de inhoud niet. Ja, dus het proces moet resulteren in een heldere agenda en samen met kaderleden een beeld te creëren, een stukje agenda van wat in een bepaalde sector belangrijk is. Maar wat ik een van de belangrijkste dingen vind, ook voor adviseurs, is om inderdaad na te gaan wat wensen en behoeften zijn van de mensen waar je het voor doet. En dat zijn nog altijd onze leden of onze kaderleden. Dus als jij een advies krijgt over een bepaald inhoudelijk thema, dat je dan ook nagaat van god, wat willen onze eigen leden daar nou eigenlijk mee? Of onze toekomstige leden, wat willen die daarmee? Dat als jij merkt dat de bestuurder zelf met een idee komt en helemaal niet is...
bezig is geweest met zijn eigen leden of met zijn kaderleden. Van dat wij dat dan als adviseur meegeven aan een bestuurder van goh, ga eens meten bij jouw kaderleden, bij jouw leden van god, wat zij vinden van dit thema. En neem dat dan mee terug voordat wij verder gaan praten over een advies. Heb ik gemerkt in mijn werk dat veel van onze bestuurders heel erg sterk zijn op de inhoud en veel minder op het proces. Dus ik ben heel blij dat het proces meer aandacht gaat krijgen. Maar ik vraag me wel af in hoeverre ons huidige bestuurdersbestand geëquipeerd is om meer aandacht te besteden aan dat proces. En nou, wat dat betreft heb ik best zorgen. Is dit nu een eis die gesteld wordt aan mensen? Nou, nee, niet expliciet. Sterker nog, als je kijkt naar de manier waarop op dit moment in ieder geval bij ons PNO-beleid wordt vormgegeven, dan wordt daar niet expliciet op geselecteerd. Het is niet zo van, dus los van het feit van wat er op dat soort vaardigheden getraind, is het ook niet zo dat er geselecteerd wordt. Nou, dus het is een combinatie van die twee. Is de taak van bovenstuur? Nee, het is een taak, in dit geval nadrukkelijk, van het management. Wij zeggen alleen van u moet zorgen van dat het gebeurt. En zij zijn degene die op dat punt, geacht worden althans, de deskundigheid in huis te hebben van wat er dan nodig is en hoe je dat dan vervolgens doet. Nou, dat is vertaald binnen onze organisatie in allerlei trajecten en die heten dan OOP en dan mag ik er iets achter zeggen. Zetten van welke afdeling dat is, of dat dan inderdaad collectief is. Ja, collectief zijn wordt nu heel hard aangewerkt. Klopt, in een collectief, een aantal mensen zeggen van, dit gaat niet over mij. Nou, oké, er zijn ook heel veel mensen die zoiets hebben, ja, nee, het gaat wel over mij, over ons, dus we moeten daar aan werken. Dus het klopt, hier moeten wij dus in het proces heel veel tijd en energie in spenderen, zodat die attitudeverandering er komt. Hold your head up, whoa. Loketje in Nijmegen en doen daar aan organizing. Dan denk ik van, of spreek ik de bestuurder uit diensten met de professionals. Zeg van, ja, wij zijn ook aan het empoweren. En dan denk ik van, hé, weet je wel, dus iedereen heeft de mogelijkheid binnen de terminologie die we nu hanteren over krachtig en zichtbaar en dichtbij, om naar zijn eigen ding, wat hij toch al weet, daarin zo te verkopen dat hij dat nog steeds kan blijven doen. Deels vind ik wel dat het beter gelijk is, maar deels ook helemaal niet. Want het is... Nee, want volgens mij het probleem waar jij voor een deel op duidt althans, is het probleem dat wij weliswaar met elkaar afspraken maken over wat we gaan doen, maar ons er gewoon niet aan houden. En dat het niet alleen maar komt vanwege het feit dat het te breed en te ruim en open is, maar we doen het gewoon niet. En overigens, jij noemt nu een paar voorbeelden, kan me iets bij voorstellen, maar dat is ook de eerste reactie die we hebben vaak. Hé, wat gebeurt daar nou? Jezus, hoe kan dat nou? Ik weet er niet van, hè? Ja. Antwoord, ik weet er niet van. Moet ik eigenlijk alles willen weten? De kunst is om op die werkvloer mensen uit te dagen om dan maar eens expliciet te maken wat zijn nou de dingen die voor jou belangrijk zijn. En waar volgens ons, of volgens mij in ieder geval voor ons, vooral het spanningsveld zit is, A, we hebben inderdaad niet de competenties om dat te kunnen, want we zijn tot nu toe steeds erg top-down geweest, want wij dreunen gewoon ons lijstje op, al of niet via de neutrale voorwaarden blijven, en pompen dat erin. Dat is een punt. Het tweede punt is van, ja, maar in dat te raden gaan bij de doelgroep van jezelf en te voorkomen dat het weer alle kanten uitvliegt, moet je daar ook niet wat structuur in brengen. Dan kom je weer terecht bij, moeten we dat ook niet wat inhoudelijke kaders stellen? Nou, die inhoudelijke kaders hebben we gesteld en daar kan je van vinden die zijn goed of die zijn slecht. Maar dat is het tweede spanningsveld. Dus dat je het individuele verbindt met het collectief. En ook, ja, wat doen we als niet? Ja, wat als? Nou, dat herken ik en herken ik. En als je het hebt over inderdaad kopzorg en hoofdbrekers, dat is al ontzettend van kopzorg en hoofdbrekers.
omdat we daar in een soort permanente slag zitten met het management van de organisatie van jonge lui van, hoe gaan we dat dan precies doen? Ik heb er niks aan als ik één keer een kwartaalrapportage te zien krijg van, ja, we hebben ook dit kwartaal weer gewerkt aan het dichten van het sociaal leven. Heel kort, nou nee, niet kort, maar wel heel krachtig een statement af willen geven. Als je nou voor deze camera dat statement in 3 kernpunten zou moeten samenvatten. En niet het risico wordt lopen dat ik te veel ga knippen. Wat zou je dan zeggen? Wat zou ik dan zeggen? De kern van de boodschap is dat wij de vakbond zijn die krachtige mensen wil organiseren. Dat wij de vakbond zijn die weet hoe ze die krachtige mensen moet ondersteunen in hun wensen, hun verlangens en hun problemen. En dat wij de vakbond zijn die ook, ja, hoe zal ik dat nou eens even zeggen? Dat we de vakbond zijn die ook eigenlijk bekend staat als een club die luistert naar mensen. Ik denk dat die boodschap wel overgekomen is. Maar wat natuurlijk vervolgens het probleem is. Ja, en hoe doe je dat dan? En nou, daar heb ik in ieder geval ook vanmorgen wel van gemerkt van ja, dat is mooi, dat is aardig. Maar we vinden het toch wel heel lastig om dat vanuit het werk van de adviesgroep in te vullen in relatie tot de bestuurders in het veld, in relatie tot het hoofdbestuur. Kortom, operationaliseren van die mooie statements.